17 euro nog niet betaald? Oké. Okay. Klootzak, ik had je nog helemaal zo dik gestuurd. Ja, weet ik. Stel, jouw eerste keer. Ja. Met welke YouTuber zou jij je eerste keer willen delen? Een Nederlandse YouTuber? Ja. Ik weet niet of ik daaruit kan kiezen. Ik vind het allemaal niet zo heel erg interessant. Oh, ik dacht juist andersom, dat je ze allemaal een soort van super... Nee, dat valt allemaal... Vind jij iets in Nederland interessant? Oh nee, wacht, ik word gebiecht. Ja, voor seks weet ik dat niet zo goed hoor. Wie is aantrekkelijk? Ja, precies. Wie is aantrekkelijk? Ik kan ja, wel... maar dan noem ik echt gewoon een die ik echt een goede vriend vind. Ja. Maar daar zou ik niet per se seks mee willen. Maar wie? Wie ik echt heel lief vind is Peter de Harder. Maar dat is... Quinty wil heel graag haar eerste keer weggeven aan Peter de Harder. Nee, 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 no, grappig. Error. Ja, nooit. Echt vrienden, maar hij is gewoon echt een hele goede lieve jongen. En hij ziet er echt goed uit. Ja, nee, dat geloof ik. Ik weet niet wie het is, maar bij deze ik ga je googlen straks. Joehoe. Anyway. Vreselijk dit. Vreselijk. Van welke dronken actie heb je het meest spijt? Mijn allereerste dronken actie, dat was toen ik een jaar of 16 was. En toen was ik op een feest voor 16 plus, weet je wel, dat je dacht, oh, we mogen net gaan. Mm-hmm. En toen dacht ik, oh, wijn, dat valt wel mee. Dus toen heb ik binnen een kwartier anderhalf fles gedronken. Dat ging niet goed. Goor. Heel vies ook. Maar ik dacht, oeh, we gaan lekker, yay. En toen besefte ik me het feest niet meer. En toen kwam ik de volgende dag op school en toen zei iedereen, oh my god, dat is die chick van het feestje! En wat had je gedaan? Blijkbaar op tafels gedanst en helemaal lijpe shit met daar en daar en zus en zo en allemaal gedoe. Maar hoezo had je er dan spijt van? Omdat ik dacht, is toch niet helemaal, hè? Wat? Dat is gewoon medium. Medium? Ja, dat gewoon iedereen zo naar je wijst. Dan heb je toch iets, En het was niet per se positief. Het was niet dat ze zeggen, oh, ze had echt harde moves. Die moves waren al lang weg. Die moves waren weg. Ja, en dan ben ik er niet meer trots op. Als ik niet meer kan dansen, ben ik er niet meer trots op. Oké, okay. Nee, dat begrijp ik heel Snap goed. Je? Ja, ja. Ja. Oké, okay, verder, drugs. Ja. Neem them. Nog nooit. Geen één niks, joint? Niks, nog nooit ecstasy, een joint aangeraakt. Cocaïne, nee. Heroïne? Nee. Helemaal niks, je bent helemaal clean. Helemaal niks, ja. Ik weet ook niet hoe, ik heb ook nooit een sigaret gerookt. Why, yo? Ja. Maar dat vind ik gewoon, ik vind dat nooit, we hebben het nooit interessant gevonden. Maar alcohol wel? Ja, het is ook een drugs, toch? Ja, eigenlijk wel. Alcohol. Maar dat mag wel in je... Ja, het is ook niet dat ik denk, oh, ik mag het niet of zo. Maar het is gewoon nooit dat ik dacht, oh, ik ga een pilletje nemen. Ik ben er een beetje bang voor, denk ik. Oké. Okay. Bang op die controle los te laten. Misschien moet jij je eerste pilletje nemen in hun hub. Nee. Ik denk het wel. Nee. Maar bedankt. Bedankt voor al je eerlijkheid, Quinty. Als je ik heb dat nog niet betaald, die taxi. Dus oh, jij moet haar nog betalen? Ik moet haar nog geld betalen, maar ik denk als we het uitvechten, dan laten we die taxi ook zitten. Heb jij die 17 euro nog niet betaald? Oké. Okay. Klootzak, ik had je nog helemaal zo dik gestuurd. Ja, weet ik. Ik ga hem dat doen. Waar? Dat wist ik helemaal niet. Je gaat dood. Nee, dat is... Kijk, iedereen weet wel alles over jou en seks en weet ik veel wat. Dan kunnen we super heftige vragen over stellen, maar jij bent Gwen van Spuit en Slikken. Dus niks is heftig bij jou. Oké. Okay. Maar, wat ik me wel afvroeg, je werkt natuurlijk al best wel een tijdje bij BNN. Ja. Maar, ja, ik ben er zo bang hiervoor. Ben jij wel eens echt heel jaloers geweest op een van je andere collega's? En op welk moment was dat dan? Oh ja, wacht. En ik wil gewoon collega horen, moment, programma wat zij mochten doen en jij bijvoorbeeld niet. Oh, dat wacht. Soort dingen. Ja, ik weet het. Ik weet het keihard. Oké, okay. 101 TV. Ja. Ik had net spuit slikken, deed ik nog niet. Mm. En ik werkte op de redactie bij 101 TV en we mochten 101 op reis gaan maken. Dus ik dacht, yes, er staat al een soort van reis in de titel. Super vet. We gaan reizen in Nederland. Maar er was een presentator, en ik ga zo zijn naam noemen, die dacht, Nederland, er valt meer onder Nederland. Dus Jan Versteeg die is naar Nederlandse Antillen. Ja, Nederlandse Antillen gegaan. Oh. Die had gewoon gefixt en ik kwam op werk en zei, waar is Jan? Ja, Jan is naar de Nederlandse Antillen, want het is in principe ook Nederland. Nou, toen ging ik echt kapot. Toen dacht ik, ja, ik moet weer naar Friesland. Ja. Maar waarom heb je die actie dan zelf niet ondernomen? Nou, omdat ik gewoon bescheiden en chill en relaxed was en dacht, nou, alles wat ik krijg, dat pak ik. En ik dacht, gewoon, ik ga niet vragen of ik daar naartoe mag, kost vet veel geld. Was je toen een beetje jaloers op zijn brein? Nee. En zijn
Nee, gewoon omdat hij mocht. Ja. Ja, omdat hij eraan had gedacht en dat mensen dachten, nou ja, is eigenlijk wel waar, kunnen we niet onderuit. En dan ook niemand tegen jou zegt, hey, Jan gaat daarheen, vind je het misschien leuk om dan ook ergens, maar dat je gewoon... Nee, want er is niks meer wat bij Nederland hoort. Die kans was weg en ik was gewoon op de redactie en ik heb Leeuwarden gedaan en... Groningen was ook leuk, maar was ook leuk, maar anders. Was ja, anders. Toch anders. Ja. En hij zat niet eens in de leader. Ik zat in... Nee, ja, het was echt... Het zit nog steeds diep, Jan, ja, als je kijkt. Hè? Ik krijg het je er helemaal warm van. Dus Jan Versteeg. Jan Versteeg. Jan Versteeg, daar ben ik je wel eens jaloers op geweest. Jan Versteeg. Snap nee, ik. Cesar is niet. Nee! Cesar maakt al een pot. Nee, okay, Cesar is dit. Ja, maar misschien één kerstboom. Nee, nee! Maar dan weet je hoe het voelt. Nee! Levensgevaarlijk. Okay. We hebben Cesar even vastgebonden voor zijn eigen veiligheid en die van ons. En ja, vooral die Met welke collega's heb je het allemaal gedaan? Ja, maar ik heb met niemand van mijn collega's seks gehad. Oh nee? Nee. Dat is ook gewoon een antwoord. Ja, is wel waar. Dat telt gewoon. Ja, ik zou het anders wel zeggen. Ja, echt. Ik weet het echt zeker. Jij weet iets, hè? Ik weet helemaal niks. Okay, nee, nee, ja, ik heb echt met niemand van mijn collega's. Dan zo? Ik kijk in de camera, dat moet. Okay. Ze gooien nee, die nee, ik heb oprecht zeker, met niemand van collega's seks gehad, omdat ik weet dat dat niet slim met wie is. Zou je het dan eerst doen van aan je collega's? Precies. Hebben we het over alleen presentatoren? Ja, laten we dat doen voor de leukheid. Niemand kende mensen. In principe heb ik gewoon een vriend, dus is niet echt. Oké, maar herstel. Stel je voor niet. Iemand die ik nooit zie, dat is handig. Toch? Ja. Ivonie. Dan maar gewoon Matthijs van Nieuwkerk. Want ja. Matthijs van Nieuwkerk? Ja. Hij is ons... Hoezo? Hij is bucketlisting. Vind je hem sexy? Ja. Ik zou sowieso Dennis Storm doen. Luister, het is iets anders. Ja. Hij is niet meer onze collega. Dennis Wij leren niet. Zoveel nee. over elkaar hier. Wow. Luister, ik heb niet iemand genoemd die ik niet vaak zie. En maar je ziet hem wel elke dag op tv. Dat... Ja, ja, ik Matthijs zie hem, maar hij ziet mij niet. Als ik nu maar wat zou je met Matthijs van Nieuwkerk doen dan? Vieze dingen. Wat voor vieze dingen? Nee, ik ben het ouwe hoer. Ik zit na te denken over wie ik dan... Kijk, ik vind het gewoon moeilijk omdat... Ik ben de oudste van jullie allemaal, hè? Ja. Ik weet gewoon, als je seks hebt met een collega... de pijn die je dan hebt, zeg maar, als je iedere dag awkward zo... Ah, oh, geen idee. Ja. Emma kent het niet. Kan ook nee, gewoon lauw maar Emma zijn. Zit hier zo meteen ook nog, hè? Dus neem deze informatie mee. Zeker. Komt goed. Die pijn is gewoon al meteen vooraf niet meer sexy. Hmm. Ik voel me niet aangetrokken omdat ik zo'n dikke blokkade heb. Maar Matthijs, niet echt, maar wel bucketlist dan. Ja? Ik had Matthijs zo niet verwacht. Ik ook niet. Ik vind het heel leuk. Maar, als ik er zelf over nadenk, denk ik ook, ja, nee, ik kan ook niemand noemen. Tuurlijk, man. Ik kon zelf en geen YouTubers veel boeken lassen. Nee, dat is wel waar. Je moet sowieso naar bed gaan met mensen die veel boeken lezen. Dus dit is een goeie. 3, 2, 1, go! Kut, Cesar! Kom op! Kut! Oh. Gebruik jij je semi-famous? Nou, ik ga iets heel ijdels opbiechten. We zijn begonnen. Ja. Ik vind het zo sexy als ik gratis spullen die ik normaal al zou kopen, alsnog opgestuurd krijg. Ja, man. Noem eens een paar dingen. Oké, maar geen merken noemen, maar bijvoorbeeld, ik heb gezichtsverzorgingsproducten, daar begreep ik normaal best wel veel geld uit om gewoon crèmes en zonnebrand. En dat merk heeft me op een gegeven moment gewoon gemaild van ja, mogen we jou niet gewoon wat sturen daarvan? Heb je dat zelf gedaan of je agent? Dat kwam via mijn agent, maar ik vond dat ik, ja, zeg maar gratis spullen, hallo, weet je hoe... Ja, dus ik vind dat fijn. Jullie niet? Als er een teveel aan gratis spullen is, dan is het gewoon heel huisvol. Ja. En jullie moeten het wel kunnen gebruiken, anders is het ook onaardig aan die mensen. Ik zeg ook dingen die ik normaal al zou kopen, maar dat het bedrijf mij dan gewoon aardig vindt. Hey, er ontbrak iets, heb ik gehoord uit de betrouwbare bronnen, bij jou in de eerste uitzending. Oh shit, ja, oké. Waarom? Oké, dat we nu al deze legende moeten delen. Nou, oké, dus legende. Allereerste Hub-uitzending. Ik had best wel een soort van wilde week gehad. Waarom? En ik, voor mij is wild, ik woon net op mezelf, zeg maar. Dus voor mij is wild ook wel een beetje dat ik gewoon niet de was doe en ook niet de afwas. En dat ik gewoon wijn drink. En ik had de eerste uitzending van Hub, had ik dus geen ondergoed aan. Want al mijn ondergoed was gewoon op, man. Of het lag bij iemand anders. En oeh, dat weet ik. Ik dacht van, wow, oké, dan ga ik maar gewoon zonder, man. Hoe was het? Ja, prima. Niks aan de hand. Je zag het ook niet. Hij heeft altijd lekkere satijnen broekjes, hè? Dat voel je dat niet. En dan gaan we door op een andere legende. Ik heb gehoord dat jij graag opschept over je geslachtsdeel. Hè? Ja, in de wandelgangen. Welke wandelgangen? Welke? Ja, hier, die hele grote NPO-wandelgangen. Dat is een hele grote wandelgang. Ja, hij is bang. Groot. Ja, ik hoor wel de wandelgang. Maar hoe groot is die dan? Ik heb dus condooms op maat wel.
Omdat, wat? Ja, omdat je gewoon, maar dat heeft, ja, nou hoezo ja. Condooms op maat? Je bedoelt... Omdat normale condooms al vervelend zitten. Wat labeltje heb je dan? Er staat erop. Nee, ja, ja my size 64. Je kan googlen welke maat dat is. Ja, maar hallo. Ja, dat is ik ook niet. Ja. Maar hoe groot is die dan? Ik heb niks aan maatje 64. Doe gewoon dit spelletje en dan gewoon... Stop. Of wacht, Ik zeg stop. Of jij zegt stop. De, ik weet niet hoe die... Oké. Goed. Quinty. Zou je dit echt aan het doen? Ja, ik weet niet of ik hier aan meedoen. Jawel. Maar stop. Ik zou dit nooit aan een gast vragen. Ik weet niet of ik er zelf antwoord op moet geven dan. Je gaat geen stop zeggen? Nee. Ik ga geen stop zeggen. Oké. Ja, maar ik heb het... Oké, nu mogen jullie. Dit waren de grote levensvragen die ik graag aan Cesar wil. Cesar. Grote levensvragen. Verschuil jij je wel eens achter een alias op de online media kanalen? Shit. Nee, man. Nee? Opeens klonk Emma 30. De online media. Ik weet wel, ik heb inderdaad wel dat ik weet, zeg maar, van dat meisjes dat ook echt veel doen, dat ze dan zo een tweede Instagram hebben om hun exen te volgen en zo. Maar dat is... Wat? Ik vind het dat ook juist wel vet. Dat is sowieso een ding. Ik zou iemand, ook niet weten waarom, maar... Ik vind het juist wel vet om iemand ook gewoon te deep liken, man. Maar ja, tuurlijk was ik op jouw 300ste foto. Pak de like maar gewoon. Dus okay. Heel veel verwarrende dingen in een korte tijd. Ja. Reageer jij op chicks die in je DM sliden? Ja, ik reageer wel op iedereen, man. Ik vind dat wel. Ik vind namelijk heel kut. Wat? Daar kunnen echt psychopaten uitkomen. Ja, maar ik zeg altijd van, hoi, leuk, maar niet, ja, niet de meest geile shit, maar wel als iedereen gewoon, als iemand iets leuks stuurt van, hey, ik zag je, ik vond je echt een leuke. Als iemand fijn van jou is en je reageert, dan kan het omslaan in. Ja, maar dan antwoord ik niet meer. Maar ik doe wel één beetje terug, zo van, hey, leuk dat je wat hebt gekeken. Wacht maar totdat ze met de fakkel voor je huis staat, snap je? Hey, ik ben gewoon een drinkbaar van Poorten. Ja, wel. Ja. Hey, ja, nee, verder nooit meegemaakt of zo. Nee. Hey, wat is de duurste wijn die jij ooit hebt gedronken? Ever. Fles. Oké, dus ik had een tijd lang dat ik zeg maar heel diep in de wijn zat, dat ik ook echt vintage champagne kocht. Dus dan heb je champagne, maar je hebt ook champagnes die dan uit één jaartal komen. Yeah. Dus dan is het gewoon de 2005 smaak. En dat is dan gewoon dat jaar hoe toen de druiven waren. En die zijn dus ook gewoon kostbaarder, want er zijn er minder van. En ja. Zeker als het dan een goed jaar is. En nu ben ik geboren in 1996. Ja. Dus ik heb een keer een fles Dom Perignon. Zijn jullie alle drie in 96? Ja. 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 Hoe oud ben je? I could be your mama. Ja. Nee, dat is niet waar. Nee, dat is zeker dat is niet waar. Waar. Ik komt uit 74. Ja, nee, ik had jullie grote buurmeisje kunnen zijn. Ben ik ook. Buurmeisje. Maar hoe duur was die fles? Iets onder de 500 volgens mij. Wat? Maar ik gebruik hem nu als vaas. Dus nu doe ik er boeken in. Dus hij heeft een soort van twee doelen. Het is gewoon een hele dure vaas. Oh, je hebt gewoon... Ik heb één paar schoenen van dat geld. En die staan echt op een plateau. 500? Wat is het duurste kledingstuk dat je ooit hebt gekocht? Hier uit hebt getrokken. Ja, ik wel een paar. Ik denk veel schoenen zijn wel vaak. Leren schoenen zijn natuurlijk wel duurder. Bijvoorbeeld, maar ik heb hele andere. Kijk, kleding is mijn hobby. Dus bijvoorbeeld deze sneakers zijn dan €950. Maar ja, ik vind dat is mijn hobby. Ik heb geen, zeg maar, mensen die van autotuning houden, die moeten dan iedere maand nog een spoiler Cesar, kopen. Sta jij wel eens in de winkel alleen om een foto te maken van een outfit en hem dan niet te kopen? Nee, ik heb alle outfitfoto's wel... Ik heb één keer een jas overhoog en toen heb ik een andere jas gekozen. Aan mijn linkerzijde, Cesar Majorana, eenvoudig kampioen. En aan mijn rechterzijde, Quinty. Let the games begin! Wat is dat niet duidelijk? Zet twee rondes, lief zijn! Oh, ik kan het niet aan. Kijk uit! Ronde 1 is voor Quinty! Wow. Ronde 2. Go! Ah! Ja! Oh shit! Ronde 2 is Cesar! Er komt... Hey, dat wil zeggen dat er een derde ronde komt. De allesbeslissende laatste ronde, ronde. Je moet er wel klaar gaan zijn. Leg maar alvast uit, je volgende week iets gaat uploaden aan je kijker. Hey, top man. Zijn jullie er klaar voor? Totaal. Go! Niet aan haren trekken! Kijk uit! Oh, kut. Quinty heeft gewonnen! Oké, moet ik hem dan? Ik heb voorbereid. Dan wil ik ook vragen. Stel, je loopt de uitzending straks uit. De eindredactie van BNN staat hier en zegt tegen jou... Emma, goed nieuws. Drie op reis midweek staat weer voor je klaar. Je mag 10 keer gaan reizen komend jaar. Maar je moet wel hup laten vallen. Ja? Zal dat doen? Nee.
Nee, want Emma houdt helemaal niet zo van reizen. Nee, reizen is helemaal niet leuk. Ah. Oh shit. Serieus. Oh, dit is toch ook even op. Nou, lekker. Ja. Jij wordt sowieso eens niet meer gebeld. Maar dit wist jij niet? Ik had eigenlijk goed nieuws voor jou. Ik Emma mega dikke reizen naar Thailand. En ik helemaal, oh my god, ja, maar ik wil eigenlijk echt niet... Ja, ja, maar weet je, jij met je Friesland verhaal. Ja. Zeg maar, ik had dat wel chill gevonden. Ja? Ja, gewoon met de trein, afsluitdijkje, atsflats. Ja. Maar je doet het wel nog steeds heel erg goed. Ja, ja. Vind ja, ik ook. Ik zie het gewoon als werk. En ik vind het hier ook leuk, want ik weet niet. Ja, nee, ik zou daar niet per se van vallen. Ik denk wel dat heel veel mensen hiervan schrikken. Zo van, je mag gewoon je mag gratis op reizen, wordt ervoor betaald. Ja. Ik vind het gewoon ballen ook dat ze zeggen, want heel veel mensen gaan ervan uit, als je bij BNN werkt, je grootste droom is 3 op reis. Maar dat is gewoon niet altijd zo. Nee, dat is het bij mij gewoon niet. Ja. Mijn grootste droom is de grote Emma Cesar show. Ja, mijn grootste droom ook. Volgend jaar, we gaan het doen. Voelen wij ons nu? Ja, oké, leuk. Nou, gaan jullie deze doen? Maar afronden. Dan gaan wij alvast daar zitten. Tom. Ja, daar. Tom. Nee. Tom. Tom. Nee. Jawel. Doe het, kort ook heen. Okay. Dat was je baard. We hebben allemaal zweethandjes gezeten. Hey, stel je voor je hebt genoten van deze video, dan een duim omhoog. En abonneer als je ons wil supporten, want dan zijn we blij. We zijn echt blij met jou. Maar het is wel jouw leven, je moet wel zelf besluiten wat je doet. Ja. Mijn moeder heeft me altijd geleerd niet te eten met volle mond, maar het spijt me. Niet te eten met volle mond?